Amerika, het lijkt ver weg, maar misschien is het dichterbij dan je denkt, want de verkiezingen komen eraan. Hoe heeft dat invloed op onze samenleving? Wat vinden de Roermondenaren ervan? Lopen jullie mee? Volgt u dit een beetje? Een beetje. En wat vindt u ervan? Ja. De tijd zal het wijzen, zal ik maar zeggen. It's frustrating to follow, for sure. I don't know what to make of it right now. So, I mean, I'm hoping that the Democrats like pull it home, because I think a Republican win would mean the end of the free society in America. But I don't know what's going on over there. Oh, hoe heftig, ja. Hoe ze tegen elkaar tekeer gaan, hè, momenteel. En dat uitspelen naar elkaar toe, ik vind het toch wel heftig, ja. Dus die verkiezingen aan zich, die worden helemaal ja, overlopen door de beledigingen onder elkaar van Harris en Trump. Well, I'm not expecting anything, but you know, in my business, depending on who wins, it will affect the external factors by the politics. So, Are your business? battery industry, lithium ion, yeah. And how will it affect them? No, because you know the current President Biden, he introduced an act called Inflation Reduction Act, which is regulating the Chinese materials coming into the U.S. and all these things. If Trump takes over, he may change some of the contents of the law. So I'm not sure what is going to happen. Ik vind Trumps policies erg eng voor vrouwen in de VS vooral. Dus daar maak ik me het meeste zorgen over. Oh jezus, daar hou ik me echt niet mee bezig. Spannend, heel spannend. Ja, want? Ik hoop dat Trump gaat winnen. Waarom? Nou, dat vind ik de beste kandidaat. Leuk. Hoezo leuk? Ja, dus ik denk dat Donald Trump die mag een putje in voor mij. Denk je dat het ook invloed heeft op onze samenleving hier in Nederland? Ja, ik denk het wel. Ik denk de manier waarop we met democratie omgaan, de manier, zeg maar, de politieke cultuur en ja, de sfeer, zeg maar. Ik denk dat daar ook wel impact op heeft. En beleid, zeg maar, met de militaire situatie. Ik denk weinig. Ik denk wel dat dat invloed heeft, absoluut. Ja, dat wel. Ja, het wordt ons in ieder geval zo meegegeven in de media. Dat je denkt van wacht even, dat gaat dadelijk ook onze politiek beïnvloeden. Dat kan. Ja. Dan zeker. En ben je er bang voor? Nou, aan zich niet. Ja, dat politiek gebeuren, dat heb ik een klein beetje naar aan de zijkant gezet. Ja, dat ik mijn eigen bubbel hou en daar energie in steek. Nou ja, goed, de Amerikaanse president is een belangrijk man en de belangrijkste waarschijnlijk op de wereld. Dus ja, het zal allicht zijn invloed ook hier hebben, hoewel het ook wel zijn beperkingen zal hebben. Het zal zeker heel veel invloed hebben, ook in Nederland en op de rest van de wereld. En alleen maar ten goede, dat weet ik wel zeker. Dan zullen de oorlogen worden gestopt en in Oekraïne en in Israël natuurlijk. En er blijkt maar weer, zoveel mensen, zoveel meningen. We zullen het 5 november zullen we het horen, of iets later uiteraard. En wie dan ook en wat dan ook, de gevolgen, ook dat gaan we zien. We zien jullie in ieder geval terug bij de volgende Roermondig. Tot dan. Dit programma is mogelijk gemaakt door Nederlands Slaapcentrum. Meesters in slaapcomfort sinds 1991.